NDR. Hij is de zanger van de black metal band Dark Fortress, Florian Magnus Maier. Een muzikale duizendpoot, want hij is ook gitarist en componist. Speciaal voor de zaterdagmatinee schreef Florian een stuk voor elektrisch en akoestisch gitaar en het Radio Philharmonisch Orkest. Het is een knotsgekke combinatie. Regisseur Marcel Goedhart maakte een portret van hem. We volgen Florian vanaf de allereerste jam-sessie met gitarist Isa Elias tot aan de grote droom die voor hem uitkomt. Optreden in het Concertgebouw. Nou ja, het is de grootste gig van mijn leven. The glow of monstrous fetid light begins to seep into the world. Flee to the last few specks of night, ere cursed sun its plague unfurls. Hey man! Hey. Kom op die midden, ja zeker! Kom je er langs? Of, Dit is feitelijk dag 1 hè, van het begin van de compositie. Heb jij al ideeën hierover? Ik wil de meest voor de hand liggende clichés in deze setting vermijden. En wat zijn? Nou, bijvoorbeeld het klassieke gitaar, dat wordt liefelijk en heel erg rubato. En, ja. Alhoewel, niks mis hiermee, hè? En dat ik dan zo binnenkom. Dat wordt het niet. Dus ik wil het meer in de verbanden zoeken dan in de voor de hand liggende verschillen tussen de twee. Isa, ja. Jij hebt dit project bedacht. Klopt. Ik hoorde Florian bij Vrije Geluiden en daar speelde ik zelf ook. En toen, ja, dit was eigenlijk mijn stoutste idee. En Florian reageerde hartstikke enthousiast. Heb je nou al een beeld in je hoofd van waar het verhaal over moet gaan? Nee, dat nog niet. Maar ik hoor wel grote Vlaarde muziek. Grote Vlaarde muziek? Ja. En waar komen die Vlaarde muziek vandaan? Uit de ether. Ja? En nou ja, natuurlijk getriggerd door wat we net gedaan hebben. Ja. Dus dan hoor je een klein ding. Of even een klein effectje wat werkt of zo. En dan in je hoofd gaat het dan door. Ja. Groeit dat. En dat hou je nu vast voor straks? Ja. Als je gaat, ga je dan ook al schrijven? Nee. Nog niet dat, schrijven? Nee, dat duurt nog een tijdje. Maar het is wel een soort van doos waar die ideeën alvast in zitten, zeg maar. En ja. Ik denk dat als het idee goed genoeg is, ga ik hem niet vergeten. Ja. Snelheid, hè? Het is voor jou voor het eerst dat je in het Concertgebouw gaat staan. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, voor mij is het nog steeds moeilijk te bevatten. Om in de grote zaal van het Concertgebouw op het podium te zitten is voor iemand die vroeger vooral in een kelder thrash metal gespeeld heeft wel heel speciaal. Florian is opgegroeid in het Zuid-Duitse plaatsje Landshut. Daar liggen zijn muzikale roots.
Nou, hier hangt nog steeds het bordje wat er in, volgens mij, 1988 geplakt werd van de drie bands die hier repeteerden. Waarvan deze de mijne was. Jouw band. Hoe oud was je toen? Ik was toen, ja, 14, 15. En ja, dat hangt gewoon anno 2013 en nog steeds. Ik vind dat zo geweldig. Wij zaten als gekken hier te repeteren. En eigenlijk is het componeren ook een soort van hier begonnen. Dat ben jij. Deze enorm geslaagde shot. Je was een jaar of hoe oud? 15, 16. Maar eigenlijk is het hier. Hier is het begonnen. Hier is het begonnen, absoluut. En dit was ook omdat het uitgaansleven hier in Landshut zo belabberd is. Hebben we wel af en toe een poging gedaan om dan naar een club te gaan of zo. Maar dat was altijd echt gruwelijk erg. En slechte muziek en echt gewoon kut. En in plaats daarvan hingen we dus hier de hele tijd rond. En dan echt tot diep in de nacht, sessies en het sociale leven. Dat was echt gewoon hier. Hij begint met het riff wat mij elektrische gitaar of überhaupt gitaar deed willen spelen. Dat is nou muziek. Dit riffje, dat was het. Ja. Maar het geluid ook. En ja, het was hypnotiserend, hoor. Ja? Want het blijft steeds hetzelfde, maar toch is het elke keer anders. En ja, zo dacht ik er natuurlijk nog niet over na. Ik wist helemaal nog niks van muziek, maar het was wel een soort van blikseminslag. Daar gaat het heen. Vergeet de voetballen maar. Ja, ja, muziek. En toen heb ik 3 jaar lopen zeuren en toen mocht ik eindelijk gitaar spelen. Mijn ouders werden er helemaal gek van die plaat. Want het is gewoon echt. Ja, ik draaide hem gewoon jarenlang 3 keer per dag, minimaal. Ik liep gewoon, zoals een beetje elke middag, naar de platenzaak. En dan, nou ja, dan zie je dingen als dit staan. Slayer, Life Undead. En nou ja, ik had toen al een fascinatie voor het morbide, een klein beetje. Zeg maar, vandaar, ik ga hem kopen, even kijken wat het is. Nou, dan zet je hem op. Ik loop dus mijn huis binnen. En ik had nog geen platenspeler, dus moest ik het in de woonkamer draaien, waar gewoon iedereen zat koffie te drinken en zo. Ik had geen idee wat het was, maar ik vond het wel meteen super gaaf. Alleen ja, mijn ouders die werden er niet zo blij van. En mijn ouders die waren allebei leraren Engels. En Engels heb ik een beetje geleerd door die platen en zo. Dus ik zei heel naïef vragen van, mam, wat zingen ze? En zei ze van, ja, ik zou het echt niet weten, wil je het alsjeblieft afzetten? Want mijn moeder die zat in een stevige Enya-fase, dus het was echt dit. Florian voelt zich als tiener niet thuis in Landshut, dat ingeslapen plaatsje in het Duitse Beieren. Hij voelt zich onbegrepen door zijn ouders, die zijn passie voor de muziek niet echt steunen. Hij ziet maar één uitweg: vluchten. Hij kiest voor Rotterdam, waar hij aan het conservatorium flamenco-gitaar gaat studeren. En toen ik 2 maanden of zo in Rotterdam had gezeten en dat een beetje leerde kennen, merkte ik van, hé, hier mag ik wel ikzelf zijn. Hier werd ik zelfs welkom geheten met datgene wat ik bij me heb en wat ik graag wil ontplooien. En dat was echt een nieuw gevoel.
Hallo. Christi, Thomas, du stehst du schon wieder. Hij heeft een bijzondere band met zijn 88-jarige oma. De compositie die hij gaat schrijven voor het Radio Philharmonisch Orkest draagt hij aan haar op. Ja, dan komt ze ook naar Amsterdam. Dat is zien, dat ja, natuurlijk. Ja? Natuurlijk, dat moet je dan zien. Super. Die oma is toch ganz wichtig voor dich geweest? Oh ja, oh ja. In welke wijze? Ja, das war schon wirklich beeindruckend, als ich so mit meinen ersten Stücken kam, so meine ersten klassischen Kompositionen und diese vorgespielt habe, dass sie sofort verstanden hat, was da drin steckt, worum es geht. Also teilweise wirklich, also einfach aus der Abstraktion der Noten, die Bilder, die ich im Kopf hatte beim Komponieren, gesehen hat und verstanden hat. Und sie hatte auch immer die Liebe für die Musik auch stimuliert bei Florian. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Meine erste Gitarre, die kam ja auch von den Eltern und oder ganz von dir. So eine gute Gitarre bekommen. Naja, also das war zum Beispiel was Essentielles. Habe ich immer unterstützt, ja. Als Florian componeert, laat hij zijn vrouw Sanja zijn werk tussentijds beoordelen. Oké, here we go. Yes. Dat geldt ook voor het stuk met het Radio Philharmonisch Orkest. Schattenspiel gaat het heten. Schimmenspel. Works, man. Yeah. Timpani with hands. Yeah. And imagine there's something sounding, something that wants to. Well, this counting in all of a sudden, this is my that part. It's a different almost genre. It's a different style. So exactly. But then there are a couple of things happening at the same time, and that's why it's so like true. Sudden. And so it's a question if you want that. Of course, if you that's all the question at the end. Do you want exactly that yes. or not? This is exactly what I'm struggling yeah. with. There is the thing itself. Which is Izhar, mm-hmm. And there is me, which is his shadow. Mm-hmm. And then what I do in the beginning becomes the orchestra. And you can imagine that, I mean, if this is Izhar and mm-hmm. the shadow is me and the orchestra, it's actually some kind of a dance. It's mm-hmm. a choreography with the shadow. And then sometimes, of course, you know, with the, I mean, you don't see it now, but you know, the shadow plays that your hands look like an eagle. If you look at the real thing, mm-hmm. it's just a hand. If you look at the shadow, it's an eagle. Mm-hmm. So there's a point when the shadow becomes something else. Mm-hmm. And what I want to, or the story in my head is that there's a point when it flips around and the shadow becomes the real thing. It transition. Is not transition, no, but it becomes a very sudden shift. And do you want a sudden shift? Geen echte verstilling meer. Nee. Dat wordt toch uit de delete-toets, vrees ik. Naast het componeren van het stuk voor het Radio Philharmonisch Orkest werkt Florian ook aan de nieuwe plaat van Dark Fortress. Hij is de zanger van deze Duitse black metal band.
quasi in der Richtung, oder? Ja, genau. Und halt irgendwie, also die Ohren, die hast total das Saft verlassen im Hall. Diese Hohn, diese. Ob man die vielleicht nicht vielleicht sogar weglassen sollte in der ganz hohen. Better to let the waters engulf. No more awakening into living death. Het is voor de meeste mensen een verschrikkelijk geluid wat ze niet willen horen, maar. Ja, ik vind dat zalig. Het is niet in de eerste plaats een uitdrukking van frustratie of zo, maar het is gewoon een geluidsesthetiek die ik heel fijn vind. Illa bitch. Sleep. Laag en heftig, als je een hert hoort brullen. Crush the ground and be calm. De mating call van een krokodil of zo hoort. Er begint gewoon echt alles te trillen. En zo voel je het ook in je lichaam. Hè? Dat, is, ja. Dat doet zeg maar dit. En het is gewoon heerlijk om te doen. Crush the ground and be calm. Fuck. wat een Wat gaat dit worden, Florian? Dit gaat gemberthee worden. Het gaat allemaal in één kopje, niet? Nee, ik maak alvast wat meer. En dan, want gember is het enige wat helpt als er iets met je stem is. Ja. En dat is ook mijn geheime wapen op een tour of zo. Als iedereen, weet je wel, als je met 20 man in een bus zit wekenlang waar iedereen ziek is, standaard altijd, ook altijd in de winter. Dan ben je als zanger ben je de lul. Want je kan wel gitaar spelen als je ziek bent. Of, nou, het is niet leuk natuurlijk, maar je vingers doen het. Ja. Als je griep hebt. Maar met de stem, nou, ja. Ben je... Ja, want je belast je stem heel erg. Lijkt het met zingen of valt het mee? Nou, het is wel... Ik heb wel de nodige techniek. Dus het is niet zo dat ik mijn stem beschadig, maar... Ja, dat wordt wel net als bij sporten of zo. Dat is ook een aanslag op je spieren. En dan moet je even ontspannen. En in de ontspanning herstellen de spieren. Fog kills a herring. A cast visage is done to carry on. Blasting flesh to fog kills a herring. Florian is seit 2007 in der Band. Hey, Victor. Ja? In dem Blast-Song. Ja. Da ist direkt vom Chorus ist irgendwie Sander 2... Ja. Ist da irgendwie so ein kurzer Einschub? Hat aber eigentlich gleich, als er eingestiegen ist, halt eine ganz wichtige Rolle übernommen. Als Sänger sowieso. Ein Sänger steht sowieso immer im Fokus. Und er hat auch von Anfang an, als er eingestiegen ist, die Texte geschrieben. Und ist natürlich jetzt auch mittlerweile in der öffentlichen Wahrnehmung ja, halt der Frontmann der Band. Und somit unersetzbar und unverzichtbar. Das ist ja oft so, wenn man in einer Metalband spielt, sind ja nicht unbedingt alle Leute ausgebildete Musiker. Vor allem Sänger sind ja nicht unbedingt Instrumentalisten, sondern sind vielleicht deswegen Sänger geworden, weil sie gut machen können. Und wenn man jetzt irgendwie einen ganz bestimmten, komplexeren Rhythmus im Kopf hat, dann kann das mit einem Nicht-Musiker etwas anstrengend sein, das dann irgendwie zu vermitteln. Und das ist halt bei Florian überhaupt kein Problem. Wenn ich halt irgendeinen bestimmten Rhythmus im Kopf habe oder so, dann mache ich ihn dem einmal vor und er macht's nach. Wat zoek je in deze muziek, Florian? Geluk, denk ik. Want als je de teksten zeg maar leest, dan krijg je daar niet per se een gelukkig gevoel van. Nee, dat klopt. En het is ook, als je het over, zeg maar, met dat soort geluidsesthetiek over bloemetjes zou hebben, dat zou ook niet echt werken, want het past er gewoon niet bij. Dus het klopt wel dat je... Dat je het uit je afgronden haalt, ook emotionele afgronden. Voor ons is dit een manier om de erge dingen die in jezelf zitten bijna alchemisch te doen transformeren in iets waar je plezier aan beleeft. Hey, Florian. Hallo, hallo. Hey. Hi.
Hey, ik heb je stuk gehad. Fantastisch. Oh, dankjewel. Oh, wat ben ik blij om dat te horen. Wat een verrassing. Wat een nieuwjaarscadeau. Nou ja, ik weet niet wat je verwacht hebt. Wat een werk, man. Ja, zeg je? Ik weet niet wat je verwacht hebt, maar je ziet er blij uit. Ik weet zeker dat het goed zou worden, maar gewoon als je het dan krijgt en je hoort ook nog eens hoe je het hebt ingespeeld en zo, wat het ongeveer gaat worden. Ja, dat is helemaal te gek, man. Het zwikt echt. Ik had meteen al een technische vraag. Ja. Want je hebt het over die verschillende paar flamenco technieken die je erin wil. Ja. En dat lukt allemaal prima. Ik heb alleen bij één punt dat ik het ietsje anders zou willen doen. En volgens mij klinkt het hetzelfde, maar dat wil ik je toch even voorleggen. Ja, vertel. De laatste vier noten van die maat is P-M-I-M-P. Dus. Ah ja. P-M-I-M-P. Ja joh, dat is prima. Ga zo door, het wordt echt fantastisch. Ik hoop het. Ik zal mijn best blijven doen. Ja, nee, ik weet het zeker. Oké. Hey, super bedankt. Wat bedoelde hij nou daarmee? Hij had dan verzonnen dat hij het volgens mij... verdeelt dan over de vier vingers. Wat ik weer super lastig vind, maar dat is... Voor hem dan weer heel makkelijk. Ja, want jij bent oorspronkelijk een flamenco-gitarist. Ja. Ja. En dat hoor je terug in die compositie ook, die je tot nu toe gemaakt hebt? Ja, absoluut, ja. Vind je het eigenlijk, want je hebt het vroeger altijd gedaan. Je kan het niet meer, hè? Want ja. Je hebt een soort handicap eigenlijk. Ja. Kun je eens uitleggen wat dat precies is? Nou, ik ben... voor 100% hypermobiel verklaard. En dat betekent dat ik een soort van slangenmens ben. Ja. En dat is altijd zo geweest. Ik ben volgens mij veel te snel gegroeid. Dus bijvoorbeeld als ik mijn arm optil, gaat mijn schouder uit de kom. Hetzelfde gebeurt met mijn heupen, met mijn knieën, met mijn ellebogen. Maar het is ook met mijn duim. Het probleem is, flamenco speel je dus met een volledig doorgestrekte duim. En het gewicht van de arm drukt de duim langs de snaar. Daardoor krijg je ontzettend vet geluid. En het is een soort van... Ja, ik kan het echt amper nog doen, maar dat is de basis van flamenco. Maar ik merk nu, hè, ik heb nu 15 seconden heb ik hem zo staan. En hij trekt naar de andere kant. En het is echt een verschrikkelijk gevoel om zo te spelen. En dat is er in mijn 12 jaar flamenco spelen, is dat er langzaam ingekropen. En het werd op het einde zo erg dat ik echt... amper nog mijn gitaar kon stemmen. Dus in feite ben je zo'n afgekeurd flamenco-gitarist? Ja. Daar dan nog. Komt dus CC. En daar is dit. Daar gaat het los. Dat is dus quasi der is zo... Dan slag ik hem vier. Ja, genau. Das ist genau. So, wenn es dann Dolce gibt, ist das mit ein bisschen Vibrato? Ja, dann machen wir ein bisschen Vibrato. Aber ganz leicht, ja. Ich höre eigentlich den ersten von den zwei kaum. Also das heißt, das Crescendo ist eigentlich sehr wenig, also am Anfang schon ein bisschen lauter. Ja, genau. Punkt zurück und weg. Genau. Genau, also man braucht im Endeffekt eigentlich wenig Crescendo, glaube ich. Hey, Dramatico ist 296.
The guitars are absolutely leading in this piece. Sometimes the shade of the orchestra overwhelms them. Yeah. You can't see them anymore. But it's a fantastic piece of great stream. It's really like irresistible. It gets in a groove and it gets going. And yet it's quite complicated within minute details in it. So it's an experiment for me, and it's for him, sure. And it's very interesting to have this completely different style of musical thinking. Gaat er iets mis, of ik vind een stukje moeilijk, dan ga ik even iets langzamer spelen om wel al die noten te raken. Maar als hij een stukje moeilijk vindt, dan speelt hij gewoon die noten niet. Maar de groove blijft altijd hetzelfde. En bij mij gaat het dan, ga ik juist ietsje langzamer spelen om wel alle noten te raken. Dat is typisch klassiek. Really good, actually, for a first reading. Great. Very nice. We'll have it much easier and better tomorrow with all the adjustments we do. Thanks a lot. Das wird super. Das wird total geil. Thank you very much. That'll be great. Het stuk Schattenspiel is vooral in de nacht geschreven. Florian componeert het liefst als het donker is. Dan voelt hij zich op zijn best. Nou, ik heb een hele oude en intieme band met de nacht. Want ik vind het zo schitterend dat het dan zo stilvalt. Als je met je gedachten aan het reizen bent of aan het nadenken over muziek of zo, of wat dan ook, heb je daar de ruimte voor. Dus het gevoel van wijdheid en ruimte en vrede en rust, dat krijg ik toch veel eerder 's nachts dan overdag. Ken jij angsten? Ik heb heel veel nachtmerries gehad. En op een gegeven moment werd dat heel heftig. En begon ik elke nacht nachtmerries te hebben. En het moment dat ik dacht van oké, nu word ik echt gek, was toen die dromen doorgingen terwijl ik wakker was. Ik zit thuis en er is niks aan de hand. En ineens kijk ik uit het raam en valt mijn eigen lichaam opgehangen aan een touw en verminkt zo van beneden voor het raam en kijk me aan. Dat zag je? Dat was geen droom? Ik kan het niet anders verklaren dan dat het misschien op dat moment chemisch in mijn hersenen wel een soort van droom was. Of een soort van beetje wazige toestand. Maar ik was echt wakker. Hoe oud was je toen? Ja, het was tot tussen 15 en 19 ongeveer, was dat echt super intens. En ik was toen echt ook van overtuigd dat ik gewoon gek word. Dus dat ik ook niet echt na hoef te denken over mijn toekomst, want er wordt toch niks. En het was een grote verrassing dat het uiteindelijk toch allemaal heel erg anders is gelopen. Waardoor ging het over? Ik denk dat het werkelijk ook te maken heeft met de verandering van levensomstandigheden. Dat ik hier zat en dat eigenlijk dat ik weinig tijd had omdat mijn hele aandacht opgeslokt werd door de muziek en door de opleiding enzovoort. Want het was echt een wereld waarin ik terecht kwam, waar ik me ook meteen supergoed voelde en waar dus alle aandacht naartoe ging. Ik wil mensen, als het kan, betoveren of even ontvoeren in een andere wereld. Ze hebben schon das Stück gehört? Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein. Sind Sie nervös? Eigentlich nicht. Ich bin ganz voll Spannung. Was kommt für Neugierde? Freudig erregt, ja.
spannend? Oh ja. Ik denk zelfs meer dan als we zelf gaan dansen of iets op het podium doen. Ik ben bij het inspelen nog wel achtergekomen dat mijn blaadje verkeerd stond. Ah, ik moet toch even checken of alles goed staat. Ja, ik moet niet vergeten mijn versterker aan te zetten. Ja, dat merk je gauw genoeg, toch? Nou, vorige keer merkte ik het halverwege het stuk. En op dat moment wordt echt zijn kindje geboren. Want dat kindje is door en door geoefend. Maar op dat moment moet het gebeuren. Dus er zal vast van alles door hem heen gaan. Een mooie beton. Ik ben heel blij met het stuk, omdat ik het gevoel heb dat ik een soort van balans heb bereikt in het evenwicht tussen al die stijlen en elementen. Nou ja, het is de grootste gig van mijn leven. Nu in NTR Podium de registratie van Schattenspiel, uitgevoerd door gitaristen Florian Magnus Maier en Isar Elias en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Hans Graaf.
Volgende week vanuit Versailles. Liefde, lust en pruiken in de operaproductie Artaserse van Leonardo Vinci. Een heel bijzondere barokopera met maar liefst 5 countertenoren. Speciaal voor iedereen.